Ja, er heeft een brand plaatsgevonden in een elektriciteitshuisje. Daardoor zijn er in eerste instantie zo'n 1500 aansluitingen zonder stroom komen te zitten. De brandweer heeft eerst gekeken of ze de brand natuurlijk konden blussen, maar dat moesten ze eerst even mee wachten voordat Liander ook het sein veilig gaf. Liander heeft ook de stroomvoorziening omgezet via een ander elektriciteitshuisje, waardoor de woningen of in ieder geval de aansluitingen vrij snel allemaal weer voorzien waren van stroom. De brandweer is nu bezig om de brand te blussen met schuim. En daar zullen ze waarschijnlijk wel vrij snel mee klaar zijn. Het elektriciteitshuisje staat ook tegen een gemaal aan. Dus we zitten ook bij het water. Er zal dus ook wel wat schuim in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarvoor is het ook Hoogheemraadschap ook ter plaatse. Om te kijken wat zij daar aan kunnen doen om zoveel mogelijk de schade eventueel te beperken. Is er al iets te zeggen over het ontstaan van de brand? Nee, daar weet ik op dit moment niks over.